Uitwerking opgave 27, paragraaf 3.5. Je ziet hier opgave 27 staan. Drie draden, verschillende dikte of verschillende lengtes. We gaan eerst de draden in volgorde van oplopende uitrekking zetten. We gaan van start. De drie draden. De uitrekking van de draden, dat betekent dus het verschil in lengte, delta L. De drie draden zijn van hetzelfde materiaal, we hoeven daar dus geen rekening mee te houden. We gaan nu eerst draad A vergelijken met draad C. Het verschil tussen draad A en C is alleen de dikte, de lengte is gelijk. En dus, omdat A dunner is dan C, is het zo dat het ook meer gaat uitrekken dan C. Dus voor A geldt dat de uitrekking groter is dan die van C. Dat is A en C. We gaan nu A vergelijken met die van B. Het verschil tussen A en B is, ze zijn beiden even dun, maar B is langer. Dus, omdat B langer is, denk aan twee stukken elastiek, een langer stuk elastiek, die kun je ook verder uitrekken. Dus, ja, ze zijn even dik, B is langer, dus zal B ook meer uitrekken dan A. Oftewel, uitrekking B is groter dan die van A. Als je dan die twee met elkaar vergelijkt, dan krijg je dus dat B is groter dan A en A is groter dan C. En dit is de oplopende volgorde van uittrekking. We gaan verder naar onderdeel B. Bij dit onderdeel gaan de draden B en C eventjes weg en er komt de draad B bij. Draad D is twee keer zo lang als A, dus hij zal meer uittrekken, maar hij is ook dikker dan A en daardoor zal hij juist minder uittrekken. De vraag is, welke van deze twee effecten heeft nu het grootste invloed? We gaan met de lengte beginnen. De uittrekking van delta L, als de lengte twee keer zo groot wordt, dan wordt delta L, de uittrekking, ook twee keer zo groot. En dat gelijk is, kun je zien aan de definitie van de rek. Kijk, rek, ja, eventjes, kijk, de rek, dit is symbool voor rek. En rek is de lengte van de draad gedeeld door de uitrekking van de draad. En dus is de uitrekking gelijk aan lengte gedeeld door de rek. Goed, als nu de lengte twee keer zo groot wordt en de rek die blijft gelijk, de rek is een eigenschap van het materiaal, dat betekent dus dat delta L ook twee keer zo groot is. Want ja, als aan de rechterkant twee keer zo groot wordt, moet het aan de linkerkant ook weer twee keer zo groot worden. Dus de uittrekking delta L wordt twee keer zo groot omdat de lengte twee keer zo groot wordt. Nu de dikte. Ja, de dikte, de diameter wordt twee keer zo groot en dan wordt de doorsnede, het oppervlak, vier keer zo groot. Want het oppervlak kun je berekenen met een kwart pi d kwadraat. En als d, de diameter, twee keer zo groot wordt, is het vanwege het kwadraat dat het oppervlak, de doorsnede, niet twee keer, maar 2 in het kwadraat is vier keer zo groot wordt. Dus, doorsnede wordt vier keer zo groot en daardoor wordt dus de uitrekking vier keer zo klein. En nu krijg je dus dat bij de ene wordt die twee keer zo groot omdat de lengte twee keer zo groot wordt, maar omdat de diameter twee keer zo groot wordt, wordt daardoor dus de rek juist vier keer zo klein. Kortom, totaal heb je dat de totale delta L twee keer zo klein wordt.